In de laatste jaren is op de Veluwe het aantal wilde zwijnen zo toegenomen dat vakantiegangers er een tafereel als dit heel vaak kunnen gadeslaan. De dieren hebben veel van hun natuurlijke schuwheid verloren, omdat ze vaak door de mens worden bijgevoerd. Dit is noodzakelijk om te voorkomen dat ze schade aan de landbouwgewassen berokkenen. Ook herten worden op de Veluwe bijgevoerd. En om de vakantiegangers de gelegenheid te bieden ook deze dieren te zien, zijn in de buurt van de voederplaatsen zogenaamde wildkansels opgericht. Ook deze zomer zullen tienduizenden toeristen in de vallende schemering deze uitkijkposten bezetten. Deze kansels zijn door de wildbeheerders speciaal gebouwd om te verhinderen dat de mens in zijn nieuwsgierigheid zelf op zoek gaat naar herten en deze opjaagt. Op de voederplaatsen vindt het hert zo'n 30-40% van zijn dagelijkse voedselbehoefte. De rest moet het zien te vinden in de natuurlijke omgeving. Nu hebben de donkere naaldbossen in dit opzicht weinig te bieden, want er is bij gebrek aan licht te weinig ondergroei en daardoor voor het grofwild te weinig voedsel. Maar de loofbossen, die door de bosbeheerders in toenemende mate geplant worden, zijn een ideaal voedselgebied. Reeën en herten zal men in dit terrein dan ook het meest aantreffen. Ter bescherming van het edelhert is in de afgelopen jaren een aantal speciale voorzieningen aangebracht, zoals wildroosters en hoge afrasteringen. Die moeten voorkomen dat de dieren gedood worden door op de Veluwe wegen rijdende auto's. Het is nog geen 100 jaar geleden dat de Veluwe een groot open gebied was met honderden kleine zandpaden. Maar in deze eeuw van de auto doorsnijden grote autowegen de Veluwe, van oost naar west en van noord naar zuid. En dat leidt ertoe dat elk jaar honderden stuks grof wild aan het verkeer ten offer vallen. Binnen afzienbare tijd zal op de weg Apeldoorn-Arnhem, waar in de afgelopen jaren tientallen herten slachtoffers van het verkeer werden, een speciaal viaduct worden gebouwd, dat het de herten mogelijk moet maken om op hun vaste route zonder gevaar als door een bos over te steken. Maar er zijn nog andere gevaren die hinden en herten bedreigen. Soms koelen stropers hun woede op het metalen hert als ze geen levend hert voor de loop kregen. Toch moeten er jaarlijks herten worden afgeschoten. En dit geldt vooral voor zieke, gewonde en voor oudere dieren. Maar dat mag alleen met een vergunning van het ministerie van Landbouw, die alleen wordt afgegeven aan deskundige jagers. Het afschot heeft ten doel een hertenbestand van goede kwaliteit te handhaven op de Veluwe. Het enige natuurgebied in Nederland waar het edelhert nog voorkomt.